Mladic is aangekomen in de gevangenis van Scheveningen. Vanavond is de Servische oud-generaal van op het vliegveld van Rotterdam per helikopter overgebracht naar de buurt van Den Haag. Daar zal Mladic zich voor oorlogsmisdaden moeten verantwoorden voor het Joegoslavië-tribunaal. Het was bijna 9:30 toen twee helikopters aankwamen aan de gevangenis van Scheveningen. Op hetzelfde moment kwam ook een kolonne auto's aan. Het is niet duidelijk waar Mladic zich bevond. I can confirm that Ratko Mladic is now in the custody of the ICTY. A copy of the indictment will be given to him. He will undergo medical examination and he will be put into an isolated cell for the first few days of his inhabitants of the detention unit. And only after that will he be introduced to one of the wings where the other detainees are. Heel wat Nederlanders uit de buurt willen dit historische moment niet missen. Maar ook een eenzaam groepje aanhangers van Mladic staat aan de gevangenispoort. Da pozdravimo Mladića zadnji put i to je to, mislim, da završimo ovaj, da kažemo ovu priču i mislim to je zadnje što bi mogli još da uradimo. Rond 5:00 vanmiddag was Mladic vertrokken uit Belgrado. De rechter daar had het beroep tegen de uitlevering verworpen. Daarop heeft de Servische regering hem zo snel mogelijk op het vliegtuig gezet. Bringing Mladic to justice, it is satisfaction for the victims and families of all who have been victims of the crimes for which he has been charged before the ICTY. Na een zoektocht van 16 jaar kan Mladic in Den Haag voor de rechter verschijnen op beschuldiging van oorlogsmisdaden en volkenmoord.